In deze video gaan we dieper in op het onderwerp waar veel mensen mee te maken krijgen tijdens de zomermaanden. Wespen, en dan met name de Aziatische hoornaar. Zoals hier te zien is, heeft de Aziatische hoornaar een zwart borststuk, zwarte poten met een geel uiteinde en een gele band op het achterlijf. Verder naar achteren is een dikkere gele band zichtbaar. Deze hoornaar is groot, groter dan de gewone wesp, maar kleiner dan de Europese hoornaar. De Aziatische hoornaar, ook wel bekend als de monsterwesp, dook in 2017 ineens op in Nederland. De allereerste vondst was in het Zeeuwse dorp Drijschoor. Draas Nederland heeft dit nest van dichtbij mogen bewonderen. Met veel zorgen en aandacht hebben wij het nest verwijderd. Het wespennest ligt in de showroom van het hoofdkantoor in Schravenpolder. Kom gerust langs om dit van dichtbij te bewonderen. 73% van de Aziatische hoornaars leven in bomen die hoger zijn dan 10 meter. Van vorm zijn de nesten bol of peervormig en meestal tussen de 60 en 60 centimeter. Op zulke hoogte zou je denken dat je geen last hebt van de Aziatische hoornaar, maar niets is minder waar. Kom je voor hun gevoel te dichtbij in de buurt van hun nest, dan worden ze vaak wel agressief om hun nest en volk te verdedigen. De bijnaam monsterwesp doet vele enge gedachten oproepen. Maar in werkelijkheid is de Aziatische hoornaar niet veel meer dan een grote wesp. De Aziatische hoornaar staat op de EU-lijst van schadelijke planten en dierensoorten. Ze zijn namelijk wel schadelijk voor bijen. De Aziatische hoornaar is een jager met een sterke voorkeur op honingbijen. En dit is een enorm gevolg voor ons ecosysteem. Heb jij je nest gezien? Ga dan naar waarneming.nl. Meld het nest aan met een duidelijke foto en laat jouw omgeving weten dat er een nest is gesignaleerd.